Oom Roon? Hallo, hallo. Helemaal, ja, heel goed. Heel mooi uw dag, hè? Zo dat het niet raar is met een hoedje een keer. Ja, binnen moet ik hem afdoen natuurlijk, hè. Ja. Maar dat is wel lekker, hè. Maar u doet het helemaal niet. U doet niet echt mee. Oh, een klein beetje wel, ja. Een beetje hoedje, hè. Niet zo heel uitbundig, hè? Nee, bescheiden, hè. Een hoofddoekje bescheiden. Eigenlijk. Een hoofddoekje. U heeft ook weer uw best gedaan met de kleding. Ja, met de kleding. Ja, en we zien er weer bijna hetzelfde uit. Waarom? Huh? Je moet toch een beetje opdirken voor zo'n dag als vandaag. Toch iedereen doet een beetje zijn best. Zijn je weer in zo'n... Ja, maar ik heb geen pak, dat weet je. En ik heb hem toen voor jou niet gehouden die je ooit me had aangeboden. Dat mag ik heel even voelen. Even netjes geschoren, ja? Niet geschoren. Je moet je morgen wel scheren. Daar houdt majesteit van. Ik heb het niet gedaan. Nee. Oh, zeker weer opstandig, omdat ik het zei. Fuck die koningin. Oh, dat moet je hier niet zeggen hoor, ze pakken je zo op. Wat ben u nou, mevrouw Pechtold? Ja, dat ben ik. Oh, dat is ook wel eens een keer leuk om zo te zien, hè? En valt het mee of valt het tegen? Ik valt hartstikke mee. Heel fijn, dank u wel. Netjes geschoren. Er zit ook een beetje kattenharen nog op. Ja, ik heb twee katten. Ja, ik zie het, ja. Een rooi en een grijze. Doe nou een beetje je best, man. Ja, maar kattenharen krijg je er nooit af. Met wie ben jij nou? Is dat jouw vriend? Nee, dat is mijn schoonzus. Dat is mijn schoonzus. Schoonzus, dag schoonzus. Hallo. Hero, kom eens even. Kom nou eens even. Wie is dit? Wie heb jij nou bij je? Hè, dat is een medewerker van ons. Een medewerker? Echt niet. Echt wel. Echt niet. Eerlijk zijn, hè? Vader Snoepert. Boris, je staat er de hele tijd voor. Ja, ik wil de hele tijd mensen interviewen. Je staat de hele tijd voor. Loop nou eens door, man. Loop nou eens door, man. Al die aandacht voor jou. Goeiedag, Mark. Alles goed? Ja, heel goed. Heb je een beetje je best gedaan? Er is sprake van een grijs pak. Met, merk? Allemaal goedkoop. Hè. Mooie grote spek en bonen show vandaag, hè? Nou, niet helemaal. Wat ik stoer vind van het kabinet is dat ze toch al een begin hebben gemaakt met die moeilijke bezuinigingen. En dat vind ik zeker ook van de ChristenUnie te prijzen. Jij schuift dit volgende week zo weer opzij, dit hele verhaal wat hier verteld wordt. Ja, of we maken er goed gebruik van. Dat kan ook. Dat je zegt, nou, er ligt een goede basis. En op basis van die 3 miljard kunnen we de andere bezuinigingen gaan invullen. Lekker ludiek zijn we weer vandaag, hè? Ja, maar dit is toch ook altijd een beetje een theatraal geel hier. Maar het is zo zonde, je bent verder zo mooi en dan staat er weer zo'n stomme hoed op. Er zal wel weer een of andere boodschap achter zitten. Zo, ja, nou ja, hij staat erop geschreven. Ik ga het niet eens lezen, ik ga er ook niet naar luisteren. Echt niet? Sabine, wat heb je nou weer gedaan, joh? Wat is dit nou weer? Het wordt ook alles maar gekker ook, hè? Ja, dit is een echte Frans Molenaar. Echt waar? Ik moest jou aanspreken, dacht ik. Ik vind het erg mooi. Ja, echt waar? Ik vind je altijd wel erg mooi. Wat een fantastisch mooie dag, hè? Zo. Oh, fantastische dag. Ja. Hoe vind je nou dat ik er zo bij sta, achter zo die dranghek? Heel prettig is dat. Ja. Ik vind eigenlijk dat je zo'n hek permanent bij je zou moeten hebben. Om mij heen? Als je handtasje eigenlijk. Je ziet daar heel mooi uit, Femke. Dankjewel. Mooi, ja, goed zo, een beetje schoudertjes naar achter zo. Bosjes naar voren.